Hallo en goedemiddag. Deze video gaat over een gesprek met HMC Westeinde Ziekenhuis, longfunctie afdeling. Vorige week heb ik telefonisch een afspraak gemaakt. We hebben afgesproken dat ik zou een bevestiging per brief ontvangen, maar de brief is nog niet gekomen. En die afspraak is al deze week. Dus ik ga even contact opnemen om te zien wat hebben ze mij te vertellen. Alle medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Er is nog één... Ja, hallo, goedemiddag. Je spreekt met Julio Flores. Ik wil in verband met een afspraak, ik heb nog niet een bevestiging van de afspraak ontvangen en de afspraak is al deze week. Oké, mag ik uw geboortedatum? 28 januari 65. 65 en uw naam is meneer? Flores, Julio Flores. Om 10:45 bij de dokter in het Westeinde ziekenhuis. Ja, maar ja, ik heb geen bevestiging ontvangen en die wil ik wel hebben. Ja, dan ga ik hem nog een keer uitprinten en dan wordt hij nogmaals opgestuurd naar u. Ja, maar de afspraak staat wel gewoon, dus die gaat gewoon sowieso door, maar ik ga hem vandaag opsturen, de brief. Oké, okay, is goed. Ja, oké. Okay. Dank u. Ja hoor, dag meneer. Nou, zoals jullie hebben gehoord, zo gaat het. Dus je afspreekt iets met de medewerker aan de balie van de longfunctieafdeling van het HMC ziekenhuis. En die wordt niet geobserveerd. Dus ze beloven je om bevestiging te verzenden. Die verzenden ze niet. Je wel om die brief alsnog probeer te ontvangen en dit is wat je te horen krijgt. Nou, dit is de manier hoe ziekenhuizen werken. So, hiermee kan je toch wel een idee krijgen over wat wordt gedaan met de gezondheid van de patiënten. Nou, ze worden behandeld als cliënten, net als in een kapsalon, restaurant, winkelcentrum. Gewoon aan de lijn gaan staan. Dankjewel voor het kijken of horen en tot de volgende video of podcast.